pense qu'on fait un bon match. Voilà, on fait une bonne première mi-temps où, mis à part le poteau, ils n'ont pas d'occasion. On a réussi à les bloquer, mais voilà, on est mal rentré en début de seconde mi-temps et on prend deux buts forcément évitables, dans un sur coup de pied arrêté. Et c'est ce qui nous tue le match. Voilà, on a essayé de revenir, mais c'est compliqué. Une soirée très frustrante pour jouer sous le terrain, je crois, pour vous. Très frustrant. Une soirée très frustrante pour vous en jouant sous le terrain. Ouais, mais après, voilà, c'était compliqué pour moi de trouver mes espaces aujourd'hui parce qu'ils avaient mis un mec sur moi tout le match. Donc voilà, après, c'est le jeu, c'est comme ça. Maintenant, il reste deux matchs. On va peut-être attendre des faux pas des autres, mais voilà, on va les jouer jusqu'au bout en tout cas. Est-ce qu'on a vu, vous croyez, les deux équipes qui vont jouer la finale? Je sais pas, c'est difficile à dire. On était 4 équipes à 17 points avant ce match, donc tout est encore possible. Même les équipes de bas de classement, ils ont besoin de points. Donc voilà, on va attendre les autres résultats et essayer de gagner les deux derniers. Ça devient de plus en plus fou, cette championnat, c'est incroyable. Ouais, je crois que c'est la première année où autant d'équipes se tiennent à quelques points. Donc voilà, on voit que même l'Union qui est 5e peut encore être en finale. Donc voilà, on va regarder tout ça de près, on va continuer à travailler pour finir le championnat. Frustrerende avond hadden we het over met Xavier Mercier, want ja, het was evenwichtig, maar die details altijd, die doelpunten, een beetje te gemakkelijk misschien. Ja, je weet dat hier op het Kiel altijd moeilijke wedstrijden zijn. Het is ook een ploeg met mentaliteit. Ze tonen dat vandaag ook en ik denk dat wij nog dat tikkeltje meer konden doen en moesten doen. En dat misschien wel een brek vandaag, waardoor dat we hier verliezen. Hoe komt dat dat bij hun de vonk beter wat sneller aan de mond gaat dan bij jullie? Ja, het stadion werkt daar natuurlijk ook in mee. Een vol stadion, dat doet altijd wel iets. Die gaan achter de ploeg staan en je voelt dat ook wel in hun spel. Maar ik denk uiteindelijk dat we nog de kansen hadden om gelijk te maken. Maar dat er steeds Kiel's been in de weg lag op een sterke Mike van Hamel. En dat was het vandaag net niet. Ik was heel gelukkig geweest met gelijkspel, maar het is niet zo. Jij bent een bescheiden man, dan zal ik het zeggen. Je hebt wel weer laten zien wat je in huis hebt. Hè? Die controles orienté, dat doelpunt, fantastisch zijn. Ja, ik ben tevreden over mijn eigen wedstrijd. Ik denk dat het niveau was zoals dat ik het wil. Een doelpunt dat ik niet vaak maak op die manier, dus dat is wel altijd aangenaam, maar uiteindelijk levert het geen punten op en dat is hetgeen waar het om draait in het spelletje. Nog maar eens een finale, misschien wel tegen deze jongens. Die kans zit er zeker in, ze hebben een sterke ploeg, maar wij gaan ook nog voor een 6-6 en zij moeten hun punten nog pakken, net als die andere ploegen die meedoen voor de tweede periode. Dus ik denk dat het te vroeg is om ons af te schrijven, maar we zijn wel verplicht om 6-6 te halen. Nee. Maar ik kom af te ronden nog even vragen of je pittige WhatsApp-berichten hebt gekregen deze week. Nee, pittig was het niet echt. Enkel met Pritchinenko natuurlijk. Dat is wel altijd wel het vuurtje aan de lont. Maar stuurde die? Dat ik niet mocht scoren. Dat ik, maar uiteindelijk win ik er niet veel mee met mijn doelpunt. Dus, van je vrienden moet je het hebben. Van je vrienden moet je het hebben, inderdaad. Succes verder, Jan. En welkom back. Dank je wel. Het helde uiteindelijk over in het voordeel van Beerschot, maar dat had niet gehoeven. Er was veel evenwicht, jullie hadden ook goede kansen. Opnieuw de details, hè. Hoe frustrerend is dit? Maar goed, ik denk dat eerst en vooral een totaal onnodige nederlaag is voor ons. Hè. Als je verliest, dan verlies je tegen beter. Maar goed, Beerschot was absoluut niet beter dan ons vandaag, zoals je zegt. Eerste helft veel evenwicht. Ik vond iets meer overwicht en balbezit voor ons. Elke één grote kans op de paal, denk ik. En op het moment dat er niks aan de hand is, dan krijgen wij een tegendoelpunt op een fase blind wegtrappen van de keeper, waarop onze restverdediging niet goed georganiseerd staat en dan niet matuur genoeg in de zone van de waarheid. Dus op die manier mag je nooit een doelpunt slikken. En de tweede is een stilstaande fase waar we ook gewoon veel mannelijker moeten verdedigen. Je ergerde je ook een beetje aan de bestraffing of net niet bestraffing van een hele aantal foute overtredingen in die wedstrijd, hè? Maar goed, nee. Ik stel alleen maar vast dat wij een gele kaart krijgen met Mathieu Maartens in de eerste helft en dat er heel veel kleine fouten en minder kleine fouten waren van Beerschot die niet bestraft werden met een gele kaart. Maar goed, voor de overige was de leiding prima. Mag ik stellen dat bij hun misschien, dat is misschien een klein verschilpuntje, de vlam er wat meer sneller in geraakt qua passie in het spel. Jullie hebben hele mooie voetballers, maar dat was toch in de tweede helft een beetje verschillend, hè?
Maar goed, de passie en de vlam slaat in de pan als je 1-0 en 2-0 voorkomt in eigen stadion en met het publiek die hier gaat achterstaan. Ik vond bij hun zeker niet meer vlam in de pan in de eerste helft dan bij ons, in tegendeel. Maar goed, de 1-0 en de 2-0 keert het momentum. Ik vind dat we daar wel heel goed van terugkomen. En dat we ze uiteindelijk heel hard onder druk hebben gezet in hun laatste 30 meter in het laatste half uur van de wedstrijd. Alleen, ja goed, het heeft lang geduurd voor we de 2-1 maakten. En dan daarna moet je het geluk hebben dat de 2-2 nog valt. Ja, want tot minuut 20, tot die bal van Ibarra op de paal, ging het crescendo bij jullie. Hè? Jullie drukten wel, er kwamen met mondjesmaat wel wat kansen. Het zag er goed uit tot op dat moment. Ja, ik denk dat op het moment dat de 1-0 valt, hebben wij de wedstrijd volledig onder controle. En dat moet je ook zo houden. Natuurlijk, het is koffiedik kijken, want het is de Proximus League. Er gebeurt van alles in, de meest gekke dingen. Je hebt nog twee hele zware potjes voor de boeg. Die finale is al zeker. Ja, zeg daar eens wat over. Hebben we nu de voorfinale al gezien van de uiteindelijke of niet? Maar goed, wie uiteindelijk de medefinalist gaat worden, dat kan ik op dit moment niet zeggen. Dat boeit me eigenlijk ook niet zozeer. Feit is wel, als we realistisch zijn, mathematisch hebben we natuurlijk nog een kans. Maar als je realistisch bent, dan denk ik dat de kans dat wij de tweede periode winnen zeer klein is. Alleen je hebt nog twee wedstrijden voor de boeg. Het algemene klassement is er ook nog, waar je moet zien dat je voorblijft op de concurrenten in de finale om het thuisvoordeel te behouden. En dan zal binnen 3 weken onze finale wachten. Overweeg je om af te ronden, om wat bepalende jongens dan misschien toch even te ontzien en die te prepareren voor die finale? Nee, nogmaals, punten gewinnen in de twee laatste wedstrijden is zeker ook nog van belang. En twee, de finale wedstrijd is onmiddellijk de week na de competitie. Er is geen break, dus je moet absoluut in het ritme blijven.